بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Best noble brothers and best noble sisters. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons gegund dat wij moslims zijn. Dat wij de sunnah volgen. Dat wij de Koran, de Sunnah en de uitleg van de metgezellen volgen. Dat is een gunst in de leiding die Allah subhanahu wa ta'ala niet iedereen heeft gegeven. Vandaar dat wij Allah subhanahu wa ta'ala bedanken daarvoor. En we smeken Allah subhanahu wa ta'ala om ook iedereen tot deze geweldige zaken te leiden. Een van de belangrijke zaken waarmee wij ook vaak te kampen hebben, is namelijk onze begeerte. Onze begeerte, dat is hetgeen wat wij leuk vinden, wat we vinden dat bij ons past, of waar we ons prettig bij voelen. En vaak en meestal is dat in strijd met hetgeen wat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden stelt. Waarom? Omdat onze begeerte meer hebben over scholen, moskeeën, stichtingen, islamitische projecten, die hebben deze training het hardst nodig. Zodat zij dus niet middels hun begeerte de zaken gaan leiden, maar middels de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat er een verschil wordt gelegd tussen wijsheid, wat Allah subhanahu wa ta'ala als wijsheid heeft geacht, en geen wijsheid. Oftewel, het volgen van begeerte in de naam der wijsheid. En een van de meest belangrijke mensen die dit nodig hebben, zijn onze ouders. Onze ouders. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala dat laten slagen. Deze inleiding, die is nodig voor het onderwerp van vandaag. Het onderwerp van vandaag gaat natuurlijk over de ernstige misstanden op islamitische basisscholen. En ik wil even hier een kanttekening maken die ik ook vanaf het begin heb gemaakt. Namelijk dat het hier gaat om de meeste islamitische basisscholen, oftewel moslimbasisscholen. Want er zijn een aantal enkele basisscholen die alhamdulillah al jaar, twee jaar, drie jaar al begonnen zijn om alhamdulillah dit te verbeteren. In vele van de vlakken die wij hebben opgenoemd. In vele van de vlakken die wij hebben opgenoemd. Zoals vreedzame school, zoals de opening van de dag en zoals vele andere zaken die we hebben meegenomen. Vandaag gaan we het hebben over specifieke onderwerpen. Over specifieke onderwerpen. Over bijvoorbeeld het gebed. Over de godsdienstleraren en of leraressen. Over muziek en over SOFA. SOFA, dat is sociale vaardigheden. Sociale vaardigheden. Dat valt voor een groot stuk onder vreedzame school, maar soms is dat een aparte vak die ook meegegeven wordt. Dus we hebben, alhamdulillah, vier onderwerpen waar we het vandaag over zullen hebben. Laten we met het belangrijkste beginnen. Het gebed. Het gebed is, zoals we allemaal weten, de tweede zuil van de islam. En de tweede zuil van de islam betekent dat het de belangrijkste zuil van de islam is na de shahadatain. Na Ashhadu an la ilaha illallah en
وأشهد أن محمدا رسول الله. Deze geweldige zaak, het gebed, is dus gebaseerd op wat? Op de shahadatain. Want het is niet voor niets dat het na de shahadatain is gekomen en niet voor de shahadatain. Dit geeft ons ook een duidelijke prioriteitsstelling en geeft ons ook een duidelijke structuur van opbouw in de wijze waarop we kennis vergaren, maar ook kennis geven. Maar ook structuur in de opvoeding. Dat eerst La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah komt en daarna dat het gaat om het gebed. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook hierin duidelijke, authentieke ahadith in vermeld. Die zeer duidelijk van taal zijn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith: leert jullie kinderen het gebed wanneer zij zeven zijn. Wanneer zij zeven zijn. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: beveelt jullie kinderen het gebed wanneer zij zeven zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat deze hadith hebben een duidelijke taal die iedereen kan begrijpen. Maar hebben ook impliciete begrippen. Wat betekent impliciete begrippen? Dus inhoudelijke begrippen. Wat is de duidelijke taal? De duidelijke taal is wanneer je deze twee ahadith samenvoegt. En dat hoort ook zo. Je hoort altijd de bewijzen samen te voegen. En deze of en daaruit halen dan de geleerden hun oordeel eruit. Wanneer we hier naar deze twee ahadith kijken, dan zien we dat de profeet sallallahu alayhi wa hier sowieso een grens trekt van het jaar zeven. Zeven jaar van het kind. En hij, sallallahu alayhi wa sallam, zegt hier, leert aan de ene kant, aan de andere kant wat? Beveelt. Leren betekent, wat is het leren van het gebed? Dat betekent dat alles wat te maken heeft met het gebed, hoort het kind dan geleerd te worden. Wat bijvoorbeeld de tahara, oftewel de reiniging, zoals al-wudu en het tayammum, al-ghusl, dat hoeft hij nog niet te leren, want hij is daar nog te jong voor. Hij mag het leren, maar hij hoeft het niet te leren. Maar wat nu wel belangrijk is, is at-tahara, de tayammum, en al-ghusl en al-wudu, en alles wat met het gebed te maken heeft, zoals bijvoorbeeld de iqama, de voorwaarden, de pilaren, de verplichtingen, de wijze van het gebed. Al deze zaken zijn belangrijk om het kind mee te geven. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft hier een bevel. Wat betekent een bevel? Doe het. Dus hij zegt niet, jullie kunnen het doen. Of willen jullie alsjeblieft het doen? Nee, doe het. Leert jullie kinderen. En elk bevel, dat is een vaststaand definitie bij de geleerden. Elk bevel leidt tot een verplichting. Zolang er geen duidelijke bewijzen zijn die deze verplichting tot een aanbeveling of een halal zaak maken. Oftewel, het bevel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, leer jullie kinderen, is een bevel aan wie? Aan de opvoeders van het kind. De opvoeders van het kind zijn wie? De vader en de moeder. De vader en de moeder. De vader is hier de leiding,
Of heeft hij de leiderschap over? Dus het is een bevel aan de ouders. Dus de ouders zijn dit verplicht. Om wat? Om hun kinderen te leren wat alles wat te maken heeft met het gebed. Maar een van de voorwaarden van het gebed is dus ook de hijab. En het gebed is een symbool hierin. Oftewel, het kind hoort vanaf 7 jaar alle verplichtingen op een geleidelijke wijze geleerd te worden. Alle verplichtingen op een geleidelijke wijze geleerd te worden. Zoals bijvoorbeeld het vasten. Zoals bijvoorbeeld de hijab voor de meisjes. Zoals bijvoorbeeld de rechten van de ouders. Dat ze nog een keer goed nagekomen worden. Zoals bijvoorbeeld alle verplichte zaken die het kind op dat moment in zijn leeftijd hoort te verrichten. De ouders zijn verplicht om dit de kinderen mee te geven. Als ze dat niet doen, dan begaan ze een zonde. Sterker nog, sommige geleerden zeggen zelfs, dan begaan ze een grote zonde. Want dan vervallen ze in de dreiging dat zij vervloekt worden, omdat ze het kind niet meegeven wat zij, oftewel zwijgen over kennis wat zij hebben, terwijl ze dat niet meegeven aan het kind. Terwijl ze ook zelfs verplicht zijn om dat te worden. Of om dat mee te geven. Dus het is een zeer belangrijke zaak. Een zeer belangrijke zaak. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala alle ouders hierin helpen. Dus dat is een hadith. Een andere hadith hebben we gezegd. Beveelt jullie kinderen het gebed op 7. Wanneer ze 7 jaar bereiken. Dus hier zijn het 2 bevelingen. Leert en beveelt. Leert en beveelt. Wat betekent dat? Dat betekent dus eigenlijk dat je ook naast het leren ook het kind direct moet bevelen hetgeen te verrichten wat hij leert. En dat betekent ook dus dat je op dat moment ook elke verplichting die het kind hoort na te leven wanneer hij wat ouder is, hoort hij op dat moment bevolen te worden. Oftewel, hij hoort dat op dat moment verplicht te worden. Verbod, verplicht te worden. Dus de ouders zijn verplicht om hun kinderen te verplichten op dat moment te leren en te praktiseren. Want leren is praktiseren. Dat is ook wat het begrip van de beide metgezellen is geweest, dat wanneer je iets leert, ook dat gaat praktiseren. En deze hadith, die is daar een extra bewijsvorm. Dus een kind van 7, ga het nog een keer herhalen. Een kind van 7 dient op zijn 7 jaar het gebed en alles wat daarmee te maken heeft. En elke verplichting die hij heeft, op dat moment te leren, maar ook te praktiseren. Te verplichten te worden, te praktiseren. Dus is het verplicht voor het kind om op 7 jaar... zijn gebed te verrichten? Ja. Ja. Is het verplicht om op 7 jaar dat meisje haar hijab aan heeft? Ja. Ja, hoezo? Maar we weten toch dat het kind niet verweten wordt totdat hij puber wordt. Ja, klopt. Maar er is verschil tussen dat hij verweten wordt en dat hij verplicht hoort te worden. Door zijn ouders. Want wanneer zijn ouders hem niet verplichten, dan begaan zij hiermee ook een zonde. Sterker nog, ze zijn dan op dat moment zijn hun kinderen aan het vernietigen. Want elke weg die wij nemen, die haaks in strijd is met de sunna van de profeet sallallahu alayhi wasallam, is een vernietiging voor ons en voor onze kinderen. Er is geen betere handelswijze, opvoedingswijze, procesgang, behandeling
dan de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En degene die daar mee in strijd handelt, Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen hem of over hem: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Oftewel, degene die opstandig is jegens de boodschapper, nadat hem de leiding is duidelijk geworden, en hij een andere weg neemt dan de weg van de gelovigen. Wie zijn de gelovigen, de eerste gelovigen? De sahaba. En hij een andere weg neemt dan de weg van de gelovigen, wij zullen hem laten gaan naar waar hij wil gaan. Oftewel, we zullen hem verblinden en laten denken dat hij het goede doet, terwijl hij het slechte doet. En dat is de ergste bestraffing die iemand kan krijgen op aarde. Er is geen ergere, grotere, zwaardere bestraffing op aarde dan dat iemand denkt dat hij het goed doet, terwijl hij zichzelf en degene om hem heen en degene waar hij verantwoordelijk voor is, aan het vernietigen is. Dus het is een waarschuwing voor ons. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala aan het einde van de ayah, en wij zullen hem het helle vuur insmijten. Wanneer? In het hiernamaals. Dus, er is geen andere weg. Maar hoezo moeten wij dan op dat moment direct beginnen met de wetgeving van Allah? Dit mag niet, dit is haram, dit is halal, zo moet je bidden, zodat, dat gaat toch averechts werken. Hè? Dat zeggen mensen die denken dat ze slim zijn en dat ze wijs zijn, hè? Het probleem is ook dat ze denken dat ze wijs zijn. En dat gaat averechts werken. En dat kan toch niet. En dat is extreem. En dat is... Hè? En ongetwijfeld weten jullie ook wat voor andere zaken uit de monden van deze mensen komen. Dan zeggen we, we geven jullie groot gelijk. Wanneer je zegt dat je vanaf 7 jaar eigenlijk, boem, ineens alles moet bevelen zonder daar een voorafgaand proces aan ingezet te hebben. Dat klopt. Want dan zal het kind het moeilijk accepteren. Maar, en nu komt het weer op het eerste wat we aan het begin van de les hebben, of de lezing hebben meegenomen. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala en of de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hebben zij het gebed op de eerste plaats gezet of op de tweede plaats? Sorry? Op de tweede plaats, toch? Op de tweede plaats. Tayyib. Dat betekent dat de eerste zaak ook nog gedaan moet worden. En dat de tweede op het eerste gebouwd moet worden. Oftewel, het gebed moet gebouwd worden op wat? Op de shahadatain. Oftewel, deze hadith impliceert ook dat het verplicht is voor de ouders om de tawhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mee te geven aan het kind in de jaren daarvoor. Hè? Maar dat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet. Nee, maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam spreekt mensen aan die een beetje intellect hebben. Die een klein beetje hoeven na te denken. Natuurlijk is het zo dat er geen gebed ineens pats, boem, meegegeven moet worden. Er moet ook een zaak daarvoor gegeven worden. Kijk maar naar alleen hoe de Koran is neergezonden. De Koran is neergezonden. 13 jaar lang heeft Allah subhanahu wa ta'ala in Mekka het alleen gehad over het tawhid. Over de 6 zuilen van het iman. Over la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Over het geloven in Allah, in de engelen, in de boeken, in de boodschappers en profeten, in de laatste dag, in al-qadar, oftewel de voorbeschikking. Pas net voordat de profeet sallallahu alayhi wa sallam geëmigreerd is naar al-Madina, toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem het gebed op een bijzondere wijze bevolen. En de rest van de
van de wetgevingen zijn pas geweest nadat de profeet sallallahu alayhi wasallam geëmigreerd is naar Medina. Oftewel 13 jaar lang heeft Allah subhanahu wa ta'ala de metgezellen en daarboven de profeet sallallahu alayhi wasallam opgevoed en opgeleid en opgevoed met de tawhid, met het iman, waarbij het hart eerst ging, de motor van het lichaam eerst ging circuleren, leven, en het verstand daar volledig overtuigd van was. En kijk maar naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam toen hij Mu'adh ibn Jabal naar Yemen heeft gestuurd als een boodschapper. En hij zei tegen hem, je zult daar mensen van de lieden van de schrift tegenkomen. En het eerste waar je hen toe op moet roepen, dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft hier ook een prioriteit aan. Het eerste, zegt hij, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Het eerste waar je hen toe oproept is شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam daarna? Indien zij jou daartoe gehoorzamen. Dat betekent dat hier een voorwaarde wordt gelegd. Indien zij dat accepteren, dan pas ga je naar het tweede. Indien zij dat niet accepteren, dan blijf je dus alleen maar bij het eerste. Dus dat betekent dat het eerste wat meegegeven moet worden is ash-shahadatayn. En een tweede is het gebed. En dat, zo zie je dus, wanneer je al deze ahadith bij elkaar neemt, dan begrijp je ook de uitleg en de context en de impliciteit van de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat betekent dus dat je vanaf eigenlijk 0 tot 6 jaar de basisbeginselen moet meegeven en moet planten in het hart en het verstand van je kind van de aqida, van de 6 zuilen van het iman. Hoe moet hij in Allah geloven? Wie is Allah? Een aantal namen en eigenschappen van Allah en de betekenissen van deze namen en eigenschappen. En waarom heeft Allah ons geschapen? Wat is het doel van Allah om ons te scheppen? En wat is het systeem waarmee Allah subhanahu wa ta'ala ons aanspreekt? De tevredenheid, ontevredenheid, hasanat, sayyat, witte puntjes in het hart, zwarte puntjes in het hart. Dat systeem, dat begin je mee te geven vanaf ongeveer 1,5 jaar, 2 jaar, vanaf dat hij een klein beetje begrip heeft. En daarmee ga je eigenlijk geleidelijk aan tot 4 jaar. En daarna ga je nog wat dieper in, vanaf 4 jaar tot en met 7 jaar. En je maakt hem ook duidelijk, wie is de boodschapper van de profeet, of wie is de boodschapper van Allah? Wat zijn zijn taken? Waarom is hij tot ons gekomen als leraar, als opvoeder? En hoe hoog moeten wij hem achten? Moeten we hem hoger achten dan Allah? Of alleen maar hoger achten dan de rest van de schepselen? En hoe moeten wij met hem omgaan? Wat is de sunnah? Wat is het verschil tussen sunnah en bid'ah? Wallahi, een kind van 5, 6 jaar kan dat volledig begrijpen. Volledig begrijpen. Sterker nog, een kind van 4 jaar kan dat ook begrijpen. Wie zijn de sahaba? Waarom zijn ze zo belangrijk voor ons? Hoe moeten wij omgaan met hen? Wie is de shaitaan? Waarom heeft Allah de shaitaan geschapen? Hoe moeten wij met hem omgaan? Hoe kunnen wij hem bestrijden? Dat kan al vanaf 4 jaar meegegeven worden. Waarom zeggen we dit? Omdat dit al, wij alhamdulillah, Allah ons dit gegund heeft, al in onze eigen ervaring ons dit gegund heeft, al meer dan 10 jaar, astaghfirullah, meer dan 20 jaar lang, dat wij de kinderen zo opvoeden. En dat de kinderen ook goed begrijpen wat je dan zegt. En dat dat goed ingeplant wordt in het hart. Alleen het probleem is dat heel veel mensen, helaas, heel veel ouders, helaas onwetend daarover zijn. Niet alleen over de inhoud, maar ook over de wijze waarop.
En daarom adviseer ik iedereen om echt opleiding gezinskunde te gaan doen. Opleiding gezinskunde. Deze opleiding heeft drie fases. Eerste is, hoe voed ik mezelf op? Tweede is, hoe ga ik mijn huwelijk regelen? En de derde, hoe voed ik mijn kinderen op de juiste wijze in details? Tijp. Nu weten we dus dat het kind op een geleidelijke wijze de tawhid meegegeven moet worden en in hem geplant moet worden vanaf 0 jaar tot en met 6 jaar. En natuurlijk gaat het daarna nog door. Het stopt daar niet. Het gaat daarna nog door en ligt dieper en diepgaander tot het einde van het leven. Maar die eerste 6 jaar zijn heel belangrijk om het kind ook goed te kneden en in hem deze zaak te planten. Wanneer hij dat meegeeft, dan zal hij van het gebed heerlijk kunnen genieten. En zal jouw kind die 2,5 is, de gebedskleding zelf willen aandoen. Zelf willen aandoen en naast jou willen staan. En jou met jou mee willen doen. Zal het kind van 2,5 en 3 ook de mushaf gaan pakken en om ook daaruit te reciteren. Want je hebt hem opgevoed daarmee. Je was een goed voorbeeld daarvoor. Dan hoef je hem niet meer te overtuigen om te gaan bidden. Dan zal hij zelfs het gebed willen leren op 4 jaar en 5 jaar en 6 jaar. En ik heb het hier niet alleen maar over mijn eigen kinderen, maar ook over honderden kinderen die ik met mijn eigen ogen heb gezien om me heen. Dan zal het kind zelfs jou smeken om te vasten wanneer hij 5 jaar en 6 jaar is. En wallahi, ik ken tientallen kinderen van 5 jaar die de hele maand vasten. De hele maand vasten en weigeren te eten en huilen wanneer je ze te eten wil geven. We hebben het hier niet over Mars of over de maan of over... Nee, we hebben het hier over aarde. En we hebben het hier over mensen in Nederland. Laat staan mensen in islamitische landen, hoe ze daar ook nog beter opgevoed kunnen worden. Dus wanneer jij de tawhid in het hart van het kind meegeeft, dan is het belangrijk dat hij zelf deze neiging en liefde heeft voor Allah subhanahu wa ta'ala. En angst heeft voor Allah subhanahu wa ta'ala. Liefde en angst. En dat zorgt ervoor dat hij ook stabiel blijft. Oké, genoeg over de intro. Bij Allah. Dragen de moslimscholen daar nu een bijdrage aan? Of zijn ze juist deze zaak volledig aan het bestrijden? De meeste scholen, hè? Ik heb het hier over 85% richting de 90% van de islamitische scholen. De meeste scholen, helaas, die kennen deze wetgeving überhaupt niet eens. Die zitten in een hele andere dimensie. Want ze hebben globaal hier en daar wat gehoord. En dat is het probleem, dat men globaal dingen hoort en denkt dat dat het goede is. En ze hebben geen kennis daarover vergaard of op een onjuiste wijze bij verkeerde mensen zonder bewijzen kennis vergaard. En dan zit je in een dilemma. Veel ouders weten dat niet en de scholen bestrijden dat. Wat nog erger is dat er tegen kinderen van 7, 8 jaar... Soms zelfs 9 jaar wordt er tegen hem... Er wordt gewoon een spelletje gespeeld. Wordt tegen hen gezegd... Ja, er gaan alleen maar vandaag 3 mensen de wudu verrichten. De anderen hoeven geen wudu te verrichten. Audubillah. Waar hebben we deze wetgeving vandaan gehaald? Is dit een wetgeving die de profeet sallallahu alaihi wasallam in een hadith heeft overgeleverd... of naar ons overgeleverd is... die wij niet kennen, die geen enkele geleerde kent op aarde. Waar hebben we deze wetgeving vandaan? Dat je tegen kinderen gaat zeggen, nee, jullie hoeven niet de wudu te verrichten. Ja, oké, en als we gaan bidden? Ja, dan hoeft niet, maakt niet uit. Doe gewoon het gebed zonder wudu. A'udhu billah. A'udhu billah. Je bent niet alleen maar het kind aan het,
aan het weren van het goede. Je bent hem aan het opvoeden dat hij dit soort smerig gedrag akkoord daarmee gaat. Dat hij daarmee opgevoed wordt, dat hij dat lief heeft. Je kan bidden zonder wudu. A'udhu billah. Daarom is het belangrijk, beste broeders en zusters en beste bestuursleden, beste opvoeders, vertrouwenspersonen, dat wij nagaan denken, houdt Allah subhanahu wa ta'ala van hetgeen wat we nou aan het doen zijn of niet? Ja, maar de kinderen gaan spelen. Ja, maar doen er veel te lang over. Daar kun je makkelijke en gestructureerde oplossingen voor vinden. Jullie zijn creatief genoeg om die oplossingen te vinden. En uiteindelijk ben jij kinderen aan het opvoeden. Dus je moet geduld hebben. Je moet geduld hebben en creatief genoeg zijn. Niet creatief wat in strijd is met de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Die creativiteit heeft grenzen. Nee, creativiteit in de oplossing van hoe ze allemaal de wudu kunnen verrichten. En ook allemaal op de juiste wijze het gebed kunnen verrichten. Maar dat hoort voor 7 jaar eigenlijk ook meegegeven te worden. Die liefde voor het gebed, de liefde voor de hijab, de liefde voor de wudu, de liefde voor het staan voor Allah subhanahu wa ta'ala terwijl men rein is. Die liefde, die wordt ook niet meegegeven. Dus niet de impliciteit om het gebed geliefd te maken, nog dat het gebed op de juiste wijze wordt meegegeven. En dat verschilt van school tot school, hè, in niveaus. Soms wordt het wel gedaan, soms wordt het niet gedaan. Maar ik spreek nu in het algemeen, hè. Dus wanneer jij ziet dat dit gebeurt op jouw school, accepteer dit niet. Want wanneer jij dit accepteert, dan ben jij een van de personen die zichzelf en de kinderen aan het bedriegen is. Dus zorg ervoor dat je dit niet accepteert. Maar dat je met het bestuur gaat praten en met ze duidelijk maakt hoe het wel hoort. Laat ze dit filmpje horen. En ze hebben niks te zeggen over, ja, maar we zijn het niet eens met die man. Ja, het gaat hier niet om mijn mening. Het gaat hier om het oordeel die Allah subhanahu wa ta'ala van boven 7 hemelen ons heeft opgedragen. Met duidelijke bewijzen vanuit de Koran en de Sunnah. En als Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wa aqimu salata. Wat betekent wa aqimu salata? Dat betekent eigenlijk niet dat je het gebed moet verrichten. Dat is een foute vertaling. Nee, aqimu salata betekent dat je alles op alles moet inzetten om middels jouw verstand, middels jouw hart, middels jouw ledematen en tong het gebed op de beste wijze te verrichten die jij aan kan. Dat is wa aqimu salah. Iqamatu salah is niet ada'u salah. Iqamatu salah is dat je dat op de beste wijze, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons dat heeft geleerd, dat je dat verricht. En dat betekent dus dat je ook de kinderen geleidelijk aan daartoe moet opvoeden. En dat je geduld moet hebben met ze. Zoals ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam geduld had voor het feit dat ook een heel leger de wudu moest verrichten. En waar? Buiten in de woestijn. Bij wijze van. Zo hoor jij ook geduld te hebben. Als opvoeder van een school of van een moskee of van een islamitische stichting. Dus zorg ervoor dat je ook samen gaat zitten met het bestuur en hier juiste creatieve oplossingen die binnen de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala vallen, ook verwezenlijkt. Dat elk kind die op tijd ook wil bidden, dat hij ook op tijd de mogelijkheid krijgt om te bidden. Want sommige scholen die zeggen, nee, jullie doen het maar thuis. Nee. Dat moet op school geleerd worden en meegestimuleerd worden. Een kind die al vanaf zijn 5e 100% kan bidden, zelfs nog beter zijn Koran kan reciteren, dat heb je in heel veel scholen, dat hij beter zijn Koran kan reciteren dan de godsdienstleerkracht.
En wel eens, soms zelfs meer gememoriseerd heeft dan zijn godsdienstleerkracht. Dat bestaat. Te weinig, maar wat staat. Dan wordt er dan tegen hem gezegd, nee, je hoeft niet te bidden. Dus je hoeft nou niet te bidden. Ga maar gewoon thuis alles in één keer bidden. Audubillah. Het kind die bidt al op een officiële, juiste, islamitische wijze. Hij kan zelfs als imam fungeren. En dan ga je hem demotiveren. Demotiveren om het gebed te verrichten. Of zelfs verbieden om op een islamitische, daarom zeg ik een islamitische, in heel veel gevallen, school, dat te verrichten. Dat kan niet. Dat kan niet. Dan ben jij zijn minimale rechten als moslim ook aan het weren. En daarom moet dit veranderen. Dit moet veranderen. Moet veranderen. Waarbij dus de scholen ook een beleid opstellen die ook zich bevindt in hun identiteitsbeleid, dat het kind, als dat school een voorschool heeft, een islamitische voorschool heeft, en die zijn er weinig tot niet. Maar laten we zeggen dat het kind ongeveer vanaf 5 jaar, vanaf groep 1 de klas binnenkomt. Dat hij veel over de tawhid krijgt, veel over de liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala krijgt, en ook een gedeelte over de angst voor Allah subhanahu wa ta'ala krijgt, dat hij ook weet wat het systeem is van hasanat en sayyat, precies wat we net eerder hebben gezegd, over de aqida die hij hoort mee te nemen, en op zijn niveau, ja, maar we hebben niks, we hebben zoiets niet. Geen probleem. 0684-685776. 0684-5776. En wij zullen jou deze zaken geven. Wij zullen jou meegeven hoe je de tawhid meegeeft. Daar hebben we pakketten voor. Hoe je de tawhid meegeeft. Op een goede, opvoedkundige wijze. Aan een kind vanaf 3 of 4 jaar. Richting de 5 jaar. Richting zelfs de 7 jaar. Hoe je dat meegeeft. Vanaf groep 1, 2 en ook 3. En dat je ook mee weet dat je vanaf groep 3 iedereen moet bidden op school. Iedereen moet bidden op school. Want dan zijn ze 6, 7 jaar. Wanneer ze op groep 3 zijn. 6, 7 jaar. En dan moet ook iedereen het gebed geleerd hebben. Dat moet in het programma al meegenomen worden. Aan het begin van het jaar. Dat zij het gebed leren. Je mag ook op een eerdere leeftijd, om hen klaar te stomen, ook dat meegeven. Maar dat hoeft niet. Het mag op 7 jaar. Kijk, als de profeet sallallahu alaihi wasallam iets beveelt, betekent niet dat je dan pas, dat je het moet vertragen tot dan. Nee, dan is het bevel. Maar alles wat daarvoor gebeurt, is aanbevolen. Dus je kan een kind makkelijk vanaf 4 jaar leren bidden. Makkelijk kun je hem leren bidden vanaf 4 jaar. Vanaf 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar. Dus we hoeven niet te vertragen omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam ons dan pas beveelt. Nee, je kan ook daarvoor de zaken beginnen. Hoeft niet. Maar we hebben het hier dus ook over het minimale. Doe minimaal hetgeen wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft bevolen. Zorg ervoor dat het jouw beleid is. Ja, maar we hebben geen pakketten om daarna ook dit soort zaken mee te geven. Geen probleem. 0684-685776. Allah subhanahu wa ta'ala zal jou dan een pakket via ons gunnen. Een pakket wat al jaren door verschillende scholen en moskeeën en stichtingen gehanteerd worden. En de leraar hoeft alleen maar een klein cursusje te krijgen van ongeveer misschien 6 uur, 7 uur. Dan weet hij hoe hij de handleiding moet. En alles staat tot op het puntjes uitgelegd hoe de leraar elke les moet sturen. Oftewel, barakallahu fikum, er is genoeg alternatief. Er zijn oplossingen. Het enige is
Hebben wij de wil om daadwerkelijk van onze school, onze moslimschool, een islamitische school te maken? Willen wij de tevredenheid van Allah? Dat is de vraag die iedereen moet stellen. En nu weten de ouders dus hoe ze dit moeten aanpakken. Dus het verzoek is ook aan de ouders, als het bestuur vertraagt, dat zij wel hun best doen om dit ook te alsnog te implementeren. Dat is het gebed. Het volgende onderwerp dat wij zouden bespreken is, ik ben even het onderwerp vergeten, maar ik ga even tot een ander onderwerp. En dat is namelijk muziek. Muziek. Taip. Ik kom nog op het andere onderwerp inshallah nog terug. Muziek. Hoe zit het nou met muziek? En wat is het oordeel? Wat is het oordeel van muziek? Want heel veel mensen denken dat over het oordeel van muziek, dat daar een meningsverschil over is. Ik kan het je makkelijk maken. Er is geen meningsverschil in muziek. Er is een overeenstemming bij de metgezellen ten aanzien van muziek. Er is een overeenstemming bij de metgezellen ten aanzien van muziek. Wat is deze overeenstemming? Deze overeenstemming is dat muziek haram is. Haram is. En een leider tot ontucht, tot fitan, tot de dood van het hart, oftewel de doding en of de ziekte van het hart, tot de fitan, haram is. En daar is geen twijfel over. Daar is geen twijfel over. Daar zijn duidelijke uitspraken over. Door Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran Karim en door de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam overgeleverd. Tayyib. Deze geweldige zaak waar wij het nu over hebben, namelijk het verbod op muziek, dat moet ook eigenlijk geen discussie meer zijn. Dat mag geen discussie meer zijn. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala hierover? Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover. In de Koran al-Karim, in surat Luqman. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Abdullah ibn Abbas, ik zal eerst de vertaling geven. En er zijn er onder de mensen die heel graag de plezier in de spraak beamen en verspreiden, beide betekenissen, beamen en verspreiden, opdat hij de mensen van Allah doet afdwalen. Plezier van de spraak. Wat is dat? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma zegt, dat is zang. Dat is zang. En er is geen metgezel die hiermee in strijd iets anders heeft gezegd. Dus dat betekent eigenlijk dat er een stilzwijgende unanimiteit is, dus een overeenstemming is tussen alle geleerden of alle metgezellen. Er is geen ditjes of datjes. Tay. Wat zegt
Kijk, als zang al, hè, zang, wat, en hier zeggen de geleerden, dat is zang wat gaat over bijvoorbeeld de schoonheid van de, hè, van de vrouw en de mooiheid van de fiten enzovoort. Als dat al verboden is, hoe zit het dan met muziek? Ja, maar goed, Allah heeft niet het gehad over muziek. Nee, dit is een deel van muziek. Zang is muziek. Taib. Hoe zit het dan met die instrumenten? De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft in een hadith die imam al-Bukhari onder andere overgeleverd heeft en sahih verklaard heeft. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, er zullen onder mijn ummah volkeren zijn die rente toegestaan maken, zijde toegestaan maken, bier, alcohol, toegestaan maken en de instrumenten toegestaan maken. Wat betekent hier toegestaan maken? Dat ze oorspronkelijk wat verboden zijn. Dat ze oorspronkelijk wat verboden zijn. Duidelijkere taal is er niet. Dat betekent dat de profeet sallallahu alaihi wasallam eigenlijk waarschuwt voor degenen die zeggen, er is een meningsverschil tussen de geleerden. Of, nee, dat is toegestaan. Dat heeft Allah niet verboden. Allah waarschuwt ons voor deze mensen. Hij wist dat deze mensen zouden komen. Allah waarschuwt ons voor deze mensen. Dus de oorsprong van muziek is dat het haram is. Verboden is. Tayyib. Nog een hadith. In een hadith die Abu Dawood rahimahullah heeft overgeleverd van Nafi'. En Nafi' was de slaaf en een grote geleerde en de leerling van Abdullah ibn Umar. Hierin zegt Nafi', Abdullah ibn Umar liep langs een bende, een groep mensen die muziek aan het maken waren. En hij legde zijn hand, zijn vingers in zijn oren. En hij nam een andere weg. En hij zei, O Nafi', hoor je nog wat? Hoor je nog wat? En Nafi' deed hetzelfde. En hij zei, O Nafi', hoor je nog wat? Hoor je nog wat? Totdat hij zei nee. Toen haalde hij zijn oren ervan af. Of vingers ervan af. Deze hadith is een duidelijk bewijs dat muziek niet alleen haram is, maar ook het hart beïnvloedt. De mensen kan leiden tot fitan, tot het afhouden van wat? Van de Koran en van het luisteren naar de Koran en het reciteren van de Koran en de khushu' in de salah. Waarom hebben heel veel mensen vandaag de dag geen khushu'? Omdat ze ook heel vaak te maken hebben, onder andere, niet alleen dat, onder andere te maken hebben met muziek. Dan kun je zeggen, ja, maar wacht eens even. Nafi' werd gevraagd of dat hij het nog hoorde. Ja, maar hier zegt Sheikh al-Islam Taymiyyah eigenlijk, er is een verschil tussen het horen en luisteren. Dat betekent niet dat het horen toegestaan is. Nee, maar wanneer je genoodzaakt bent om dit te horen, zij waren genoodzaakt om dit te horen, omdat ze anders niet konden. Ze konden niet ineens zichzelf ineens wegtoveren. Nee, maar ze waren genoodzaakt om dit te horen. Dus Nafi' die keek of die ging kijken of dat hij nog hoorde.
Maar ze hebben een andere weg genomen. Oftewel, ze hebben alles op alles ingezet om het niet te horen. Maar wanneer je het hoort zonder dat je dat zelf hebt beoogd, dan wordt jou niets verweten wanneer je ook heel snel maakt dat je wegkomt. Maar wanneer word je nog erger verweten? Is wanneer jij daar expliciet naar luistert. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat muziek haram is, invloed heeft op het hart van de mens en de mens afhoudt van de gedenking van Allah subhanahu wa ta'ala. Duidelijk. Alle metgezellen zijn het erover eens. Duidelijk. Taib. Hoe gaan de scholen daarmee om? In sommige moslimscholen wordt er muziekles gegeven. A'udhu billah. A'udhu billah. Maar dat zijn heel weinig. Muziekles. Muziekles. In plaats van dat ze die of dat uurtje gebruiken voor de Koran, gaan ze muziekles geven. Taib. Nu zijn er heel veel scholen die zeggen, maar alhamdulillah, in onze school is geen muziekles. Taib. In heel veel scholen zeggen de godsdienstleerkrachten, muziek is halal. Andere godsdienstleerkrachten, ja, muziek, daar is een meningsverschil over. Dus het is niet haram, het is halal. Of, ja, als jij niet wil luisteren, geen probleem. Maar ga ons niet storen wanneer wij wel willen luisteren. Ga ons niet storen. Wallahi, een van de godsdienstleraressen heeft zelfs, nadat enkele kinderen haar duidelijk gemaakt hebben dat dit haram is, heeft ze opzettelijk muziek aangedaan en is ze op tafel geklommen, heeft ze op tafel gedanst. Zie je wel, het is niet haram. A'udhu billah. Gewoon dwars liggen. Allahu musta'an. En dat doe je voor kinderen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze, mocht Allah haar vergeven, nog voor haar dood, maar heeft haar ook beproefd met heel veel andere zaken. Waarschijnlijk heeft ze een dua gekregen van een van de ouders tegen haar of zo, Allahu alam. Maar deze zuster heeft heel veel slechtheid veroorzaakt op school. Heel veel slechtheid. Dus muziek is wat? Is haram. Daar mag geen discussie over zijn. Ja, maar we hebben namelijk filmpjes die behoren tot les of tot het programma waar ook gewoon muziek in zit. Dan, wij kunnen er toch niks aan doen? Nee, wacht eens even. Bel 06-84-68-5776 en Allah subhanahu wa ta'ala zal ons de mogelijkheid geven om al deze filmpjes te filteren zonder muziek jou terug te geven. Gratis en voor niks. Wallahi, gratis en voor niks, behalve omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zodat de kinderen en jij geen zogenaamde excuus en smoes hebt. Ja nee, we kunnen er niks aan doen. Nee, je kunt er wel aan doen. Bel 06-84-68-5776 en wij gaan het muziek eruit halen en de inhoud blijft erin. Wat dacht je daarvan? Nu heb je geen excuus. Je hebt een alternatief. En je hoeft er niks voor te betalen. Jalla. Dus geen budget. We willen geen excuus meer. Of dat de scholen geen excuus meer gaan maken hierover. Het gaat hier om onze kinderen, beste broers en zusters. En het andere, wat ik ook, we hadden het net over die leraressen, dus de moslim, oftewel de godsdienstleerkrachten op school. Muziek, alhamdulillah, we hebben oplossingen geboden. Het kan volledig verwijderd worden. Ja, maar ze kunnen ook een filmpje krijgen. Nee, hoeft niet.
Kijk op albunyan.nl of .tv, albunyan.tv, en de school kan zich abonneren. Ja, niet €65 per jaar. Voor een school is toch niks? Een school kan zich abonneren, daar bevinden zich films, totdat je zegt, hou op. Mooie films, plezierige films, islamitische films, zonder een grammetje muziek. En ze hebben er ook wat aan. En de films zijn gefilterd. Dus je hoeft geen moeite te doen. Netflix, zoals we in de vorige les hebben gezegd, dat moet verwijderd worden uit school. Elk andere vorm van film of filmmateriaal moet verwijderd worden. Albunyan.tv biedt jou de ultieme alternatief. Tayyip. We gaan nu naar een ander onderwerp. Godsdienstleerkrachten. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd in de Koran al-Karim, fa'lam annahu la ilaha illallah wa staghfir li dhanbik. Weet dat er geen God is behalve Allah en vraag vergiffenis voor jouw zondes. En daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wa lil mu'minina wal mu'minat. En voor de gelovige mannen en gelovige vrouwen. Oftewel, Allah subhanahu wa ta'ala beveelt ons om kennis te vergaren. En de eerste kennis die wij horen te vergaren is la ilaha illallah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Het vergaren van kennis is een verplichting voor elke moslim. De tabi'in, imam ibn Sirin, een van de grootste tabi'in, oftewel leerlingen is van de sahaba. Wat zegt hij? Hij zegt, kijk uit bij wie je jullie godsdienst leren. Want het is of Jannah of Nar. Oftewel, zorg ervoor dat je jouw leraar gaat filteren. En degene die hier eigenlijk verantwoordelijk is voor is, zijn de bestuursleden. En daarna ook de ouders. Want de ouders moeten er ook wat van zeggen. Nu zien wij eigenlijk dat er in heel veel islamitische scholen mensen daar worden geplaatst die geen enkel benul hebben van de islam. En hier daar een boekje even nemen en voorlezen en het plezierig maken voor de kinderen. Geen enkel benul hebben van het, hoe men moet opvoeden. Het pedagogisch systeem, islamitisch pedagogisch systeem. Wanneer je hem gewoon één simpele vraag stelt, dan zal hij daar niet op kunnen antwoorden. En we horen echt gevaarlijke zaken die daar vandaan komen. Gevaarlijke zaken die betreffen al-aqida, die betreffen de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die betreffen ook bijvoorbeeld veel wetgevingen van Allah subhanahu wa ta'ala. Andere scholen die hebben mensen geplaatst die wel kennis hebben, maar niet weten hoe ze deze over kunnen dragen. Nog andere scholen hebben wel mensen gezet die wel kennis hebben en weten hoe ze moeten overdragen, maar niet weten hoe ze dit in een opvoedkundige sfeer mee moeten geven. En er zijn scholen waar ze capabele godsdienstleraren en leraressen hebben. Maar die zijn weinig, dat zijn enkele. Nadat het gefilterd is, alhamdulillah. Nu is de vraag, oké, maar wat kunnen we dan? We hebben tekort aan mensen. Allereerst, het tekort aan mensen, kijk, het kan zijn dat jij die visie hebt, maar dat is niet. Want er zijn genoeg broeders en zusters die redelijk wat kennis hebben en ook bereid zijn om te leren hoe ze dit op een opvoedkundige wijze kunnen meegeven. En dan zal het makkelijk zijn. Wat is de oplossing? Heel makkelijk. Bel 06-84-68-5776. 06-84-68-5776. En wij, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala en de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala, kunnen jullie leraren, lessen meegeven waarbij ze ook meer kunnen leren over hoe ze kunnen opvoeden,
en hoe ze islamitische, op een islamitische wijze de educatie horen te structureren en horen te geven. En hoe ze moeten communiceren met de kinderen. Dus opvoeding, educatie, communicatie krijgen ze dan. Deze lessen, die zijn nu al meer dan, die worden al meer dan 4 jaar of 5 jaar of eerder, excuses, ik heb een fout gemaakt. Die worden al meer dan 12 jaar gegeven aan leraren. Maar nu, sinds 4 jaar, 5 of 3 jaar, zijn er meerdere stichtingen samengekomen en meerdere instellingen, sorry, samengekomen die ook meerdere leraren lesgeven. Het zijn ook, denk ik, een groep van zelfs 35 tot 40 leraren die samen les krijgen. Is het mogelijk? Het is mogelijk. Hoeveel kost het? Want we hebben er geen budget voor. 0,0 euro. 0,0 euro. Ah. Alle oplossingen die zijn geboden met 0,0 euro. Het enige wat je moet doen is dat nummer bellen. En Allah subhanahu wa ta'ala vrezen daarvoor. En de zuivere intentie in je opwekken. Zodat Allah subhanahu wa ta'ala het makkelijk maakt. Tayyib. Volgende onderwerp. Volgende onderwerp gaat over sofa. Sofa is een onderdeel van vreedzame school. Maar soms is het ook een aparte vak. Wat is sofa? Sofa is sociale vaardigheden. Oftewel asociale vaardigheden. Asociale vaardigheden. Waarom asociale vaardigheden? Waarom moet je altijd zo negatief zijn? Nee, het is positief dat we het asociale vaardigheden noemen, zodat we ook daarvoor gewaarschuwd worden. Want in zo'n pakket leert het kind hoe hij zichzelf kan misdragen ten opzichte van zijn medestudenten, ten opzichte van zijn leraar, zijn leraar, zijn ouders, zijn moeder en vader. Hij leert hoe hij opstandig kan zijn. Hij leert hoe hij zijn begeerte, hoe hij zijn begeerte zich laat sturen door zijn begeerte. Stop, hou op! En schreeuwend en van alles nog wat doen tegen zijn vader, tegen de leraar, tegen andere medeleerlingen. Hij leert op een onjuiste wijze, op een zeer slechte wijze, pesten tegengaan. En dat allemaal komt vanuit het boeddhisme. Ja, kom op, nou maak je het echt... Nee, het komt vanuit het boeddhisme. We hebben dit goed bestudeerd. Degene die het een klein beetje kennen, water, licht, of water, rots... vuur, wind. Dat zijn de elementen van de godsdienst van wie? Van wat? Van het boeddhisme. En het wordt op een dusdanige wijze meegegeven dat men ook niet merkt dat het vanuit het boeddhisme vandaan komt. Beste broeders en zusters, we hebben het hier over zaken die wij tot in de punt, in de wortel hebben bestudeerd. Dus ga niet zeggen alsjeblieft, nee, maar dat zie ik niet. Ja, maar ik ben niet overtuigd. Nee, het gaat hier om het feit dat mensen met kennis dit al bestudeerd hebben. Jij hoeft dat niet te zien, omdat jij die kennis nog niet hebt. Maar heel veel zaken zijn ook duidelijk voor iedereen. Wanneer je ook bereid bent om met het oog te zien van de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar wanneer jij alleen maar dit allemaal van jou weg wil wuiven, zodat jij het makkelijker krijgt, geen hoofdpijn krijgt, niks hoeft te onderzoeken, niks. Ja, dan zie je uiteindelijk je kinderen opgroeien. En dan denk je, waarom zijn mijn kinderen zo? Zoals ook honderden ouders ook zich melden bij Istiqama, waarom zijn mijn kinderen zo? Tayyib. Waar heb je hem opgevoed? Hoe heb je hem opgevoed? Ja, Tayyib, de wortel, daar moet je aan werken. Wat is het alternatief voor? Bel 0684-685776. En wij zullen jou, inshallah, ook pakketten meegeven op verschillende leeftijden.
over de islamitische sociale vaardigheid. Oftewel, hoe een kind de islamitische gedragsnormen en waarden kan uiten. En hoe jij dat in hem implant. Dus er is genoeg alternatief. Nu is het de zet aan de ouders. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons en alle ouders tot het beste leiden. En alle bestuursleden tot het beste leiden. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze scholen ook verbeteren. En daadwerkelijk ook sterke scholen maken. Sterke islamitische scholen maken. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. En deel deze video ook met nog andere ouders om je heen. Met groepen van scholen. Met de bestuursleden. Zodat inshallah hier iets goeds uitkomt. En ik herinner jullie. In uridu illa al-islah mastata'at. Ik wens alleen maar verbetering. Afhankelijk van mijn mogelijkheden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen met zuivere intentie daartoe leiden. Jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.